Yeeha! Daar gaan we weer! Ik zeg yo yo vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool! Yeah. Gratis kopen glitch. Hey, ik werd een beetje getriggerd door wat andere YouTubers die zeggen van ja, Red Dead, je kan gratis spullen kopen. Het ligt iets genuanceerdere stad, gasten. Het is niet geheel gratis. Je kan wel heel veel kleding items krijgen voor zeer weinig geld. En of je nou de rank hebt of niet, je kan ze gewoon krijgen. Het liefste ben ik hier zo. Dit is mijn favoriete plaatsje. Dit is Tumbleweed. En waarom zit ik het liefst in Tumbleweed? Omdat iedereen ergens anders zit. En Daddy lekker rustig op zijn gemak hier in Tumbleweed bezig is. Een mooie glitch. Ja, dit is wel een mooie glitch. Het is echt een mooie glitch. Het is ook echt een glitch. Het is niet een trucje of een dingetje. Dit is echt een glitch. Howdy sheriff. Oh, howdy partner. Ja. You're clumsy. Clumsy? Ik ben... Hij zegt dat ik clumsy ben. Ik ben helemaal niet clumsy. Ik ben daddy cool. Yeah. Ja, wat een gek zeg. Oké, hey, wat gaan we doen? We gaan gratis items kopen, kleding items. En dat doen we door middel van onze L2-button ingedrukt te houden. Hier, als je L2 indrukt, dan ga je praten met andere mensen. Nou, en nu houden we L2 vanaf dit moment de hele tijd, ik zal het zo dadelijk ook in beeld zetten, ingedrukt. En dan gaan we in het boek van, in dit geval het boek hier zo, bij de store gaan we naar de kleding items. Want dat is waar ik zeker van weet dat ze blijven stikken. Dus waar ze blijven plakken. Dus ga even, de volledige outfits gaan niet zitten. Maar wel de hoeden, de petten, de vesten, de jassen. En met name de jassen. Daar zitten wel wat dure items in. Of items die je een hoger level nodig hebt om te unlocken. Nou, ik ben pas level 17, dus dat zie je ook, hè. Hier heb je bijvoorbeeld level 96 voor nodig om te unlocken. Dus die zou je kunnen kopen. En in plaats van $146 betaal je dan maar $4. Hé, hey, dat is $4 zoveel. Dat scheelt wel echt serieus geld. Dus dit is wat iedereen koopt. En als iedereen het koopt, dan hoeft Daddy het al niet meer. Dan wil hij al graag weer wat anders. Dus ik wil eens even kijken. Ik wil er leuk uitzien. Ik wil er leuk uitzien zo met de kerstdagen. Laat ik mijn eigen maar eens even netjes een tailcoat aantrekken. Dus een tailcoat. Die ga ik aantrekken. Dus de billenticker, hè? De ouderwetse billenticker. Die ga ik nemen. Leuk, man. Dat is even weer wat anders dan iemand anders. Kost normaal gesproken 4 goudstaven. Nou, niet dat ik het geld niet heb. Maar ik wil het gewoon niet uitgeven. Daar gaat het meer om. Ik hou de hele tijd L2 ingedrukt, jongens. Ik selecteer de jas die ik wil. Dat is deze. Dan ga ik vervolgens door L2 ingedrukt te blijven houden. Vervolgens terug. Helemaal terug naar de game. Oké. Dit is de jas die ik wil. L2 houden we ingedrukt. Ik zal zo dadelijk moeten we even heel kort L2 loslaten. Maar dat geef ik dan boven in beeld weer. Dus in tekst zal ik dat er straks bij zetten. We houden L2 ingedrukt en we gaan helemaal terug scrollen, helemaal terug dat we uit het boek zijn, uit de catalogus. Nu gaan we bij die mevrouw vandaan lopen. We blijven wel een beetje, dat loopt wel een beetje gek met L2 de hele tijd ingedrukt. Dus we lopen even iets een beetje dat waar niks staat. We houden L2 ingedrukt. Laten heel kort L2 los om onze catalogus te openen en we houden weer L2 ingedrukt. Dus alleen de catalogus openen, daarvoor moeten we L2 eventjes loslaten. Vervolgens gaan we scrollen in het boek. We gaan scrollen helemaal naar rechts. En dan gaan we naar het goedkoopste item wat we kunnen vinden in dit boek. Nou, goedkoopste items, dat zijn de suspenders. De brutels, zal ik maar zeggen. Dus de suspenders, dat zijn de goedkoopste items. Daar selecteer je iets van. Je mag natuurlijk ook wat anders kopen. Dat maakt niet uit. Maar ik zou voor het goedkope gaan. Want we zijn toch bezig met een... ja. Money saving glitch. Dus neem het vooral het goedkoopste. Ik scroll helemaal naar rechts. Ja, sorry, het duurt even wat langer. Maar we moeten even helemaal achter in het boek. Maar ja, dat is altijd. Hè. Achter in het boek staan de goedkoopste items. Dit is de goedkoopste item. $4.75. Als we die zo dadelijk kopen. We hebben nog steeds L2 ingedrukt. Dan kopen we dit item. En dan zal het geld van dit item worden afgetrokken van jouw vermogen. Dat zie je rechtsboven. Het geld wordt afgetrokken op het moment dat we het item geselecteerd hebben. Nou, kies een kleur.
We kunnen deze suspenders dus 10 keer gebruiken. Want je hebt 10 verschillende kleuren. Oké, $4 wordt er afgetrokken. We hebben nu op dit moment nog $1,108 over. We houden L2 nog steeds ingedrukt en we sluiten het boek. L2 ingedrukt houden, dan lopen we naar deze deur. Dit is de kledingkast en daar kunnen we nu niet in. We moeten heel even L2 loslaten en dan kunnen we door op 4 kantje te klikken in de kledingkast komen. Dus laat heel even L2 los en dan gaan we de kledingkast in. Oké. En je kledingkast L2 weer inhouden. Ik hou gewoon, misschien hoeft het nu niet meer, maar ik hou hem nog steeds in. Oké, we zitten bij outfits en dan scrollen we door de outfits heen. Eens even kijken hier zo. En dan zien we dat we in de outfits onze jas aan hebben. Die jas die we zojuist hebben geselecteerd, die hebben we nu op dit moment ook aan. Nu, hij blijft niet in je kledingkast hangen. Je zal hem moeten opslaan als een outfit. Nou, ik scroll even naar rechts. Daar heb je zo dadelijk de outfit zitten. Dan zie je, ik heb saved outfit 1, 2 en 3. Nou, ik heb 3 outfits gesaved. Dus ik zal er eentje zo dadelijk moeten opgeven om deze te kunnen opslaan. Want je ziet, ik heb niet de mogelijkheid om de outfit te saven. Hij is grayed out. Dus geef één van jouw outfits op. Nou, deze heb ik toch dubbel, dus deze zal ik deleten. Dat doe ik ook met R3. Dus met R3 delete ik de outfit. En vervolgens kan ik de outfit waar de jas op zit, kan ik gaan saven. Dus save outfit met R3. Save outfit. En dan is die opgeslagen. Op dit moment, nu laat ik pas mijn L2 button los. Had misschien eerder gemogen, maar ik laat hem pas nu los. Lekker jongens, hey, hebben we gewoon even een jasje erbij. Zitten er even mooi bij de kerst. Hey, lekker. En nu zeggen de slimmerikken, yo daddy, kan je geen paarden kopen op deze manier? Of yo daddy, kan je geen wapens kopen op deze manier? Helaas, pindakaas, is daar nog geen manier voor gevonden om die te saven. Het werkt wel in de gun store met ook weer kleding outfits. Dus je kan hier gun belts kopen of dat soort shit. Zo'n extra holster kan je ook kopen. Laten we gewoon even door het boek heen scrollen. Laten we gewoon even rustig kijken wat we hier allemaal hebben. Even kijken. We houden L2 weer ingedrukt, jongens. Dus we gaan met de dingen praten, de clerk, de assistent praten. Vervolgens houden we L2 ingedrukt en blijven we ingedrukt houden. Dus even scrollen. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier verschillende gun belts. Eentje daar zo. Wat is die? Eens even kijken hoor. Wat hebben we eigenlijk? Er is zoveel. Ik weet eigenlijk niet eens wat ik wil. Dus dat is eigenlijk best wel slecht. Heb ik van tevoren niet over nagedacht. Of ik nou een andere gunbelt wil of niet. Misschien toch wat anders. Ik zal even scrollen. Je ziet ook een beetje de prijs, hè. Dus deze 1 goudstaaf. $29, $10, $32, $26, $13... even kijken, $62, dat is dan de duurste. $32, ja, dat is, of hier, $62, deze is de duurste. Heb je 4 kleurtjes in, als er zo'n kleurtje in zit en je blijft op die kleur hangen, op het moment dat je nu teruggaat, dan zou je die gun belt dus kunnen nemen. Maar ja, eerlijk gezegd, ik vind hem eigenlijk niet zo mooi. Eens even kijken, kan ik niet wat anders doen? Ik vind die gun belt helemaal niet mooi. Eens even kijken. Nee, dit vind ik ook niet mooi. Dat is het probleem, jongens. Hey, we kunnen dus allemaal dingen kopen. Je maakt dus niet uit welke rank je bent. Hoeveel geld je hebt. Je hebt in ieder geval $4 nodig. En dan kan je wat kopen. Kijk, dit is die dure gunbelt. Ja, ik vind hem echt niet mooi. Moet ik hem nou nemen? Moet ik hem nou niet nemen? Wat zal ik doen? Zeggen jullie het eens. Zeg het eens in de comments. Moet ik hem nemen? Iedereen. Want ik weet nu zeker dat iedereen gaat deze zo dadelijk nemen. Ik neem even een slok koffie. Ik ga er eens even over nadenken. Even een slok koffie genomen. Nee. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Ik vind hem helemaal niet mooi. Nee, ik ga het gewoon niet doen. Fuck it. Ik doe het gewoon niet. Ik ga gewoon voor iets anders. Wat zal ik eens nemen? Zo'n tweede holster. Dat vind ik gaaf. Zo'n buikholster. Hoe heet het? Ik weet niet, eigenlijk de namen niet voor. Bandit holster. Een studded bandit holster. Dit ziet er wel gaaf uit. Kijk, dit zie je wel hangen zo aan je broekzak.
Of aan je broekriem. Ja, ik ga die nemen. Kan me uitschelen. Ja. Ja hoor, ik ga er gewoon voor. Doe maar, daddy. Hou de hele tijd L2 natuurlijk ingedrukt. En nu gaan we helemaal het boek sluiten. We laten helemaal het boek gaan we nu sluiten. Terug. Alsjeblieft, hier heb je je boek weer. Ik hou nog steeds L2 in. Dat zie je, omdat die natuurlijk heel raar... Iedereen blijft aankijken. En dingen blijft doen. Terug naar de winkel. We moeten weer naar een kledingkast. Ik hou nog steeds L2 ingedrukt. Ja, L2 hou ik in de hele tijd ingedrukt. Kijk, wil die weer met die gaan praten? Wil ik ook niet. L2 hou ik ingedrukt. Blijf hem ingedrukt houden. Eens even kijken. Het gaat niet weg. Nee, we moeten heel even de L2 button loslaten om de, ons eigen boek te openen. Oké, laat ik heel even L2 los. En dan doe ik op vierkantje klikken. En dan hou ik L2 weer in. Dus nu hou ik L2 weer in. Maar dan hebben we in ieder geval ons boek open. Dan gaan we weer naar de kleding outfits. En dan gaan we weer het goedkoopste kleding outfit zeven. In dit geval gaan we weer naar die suspenders toe. Dus dat zijn die voor $4.75 suspenders. Dus even kijken. Dat is de goedkoopste. $4.75. Die gaan we gebruiken. Die kopen we, dit item kopen we. Dat wordt rechtsboven van het bedrag afgetrokken. Even kijken, ik selecteer een kleur. Oké, ik kan het nog 8 keer doen als ik zou willen. Hier, ik heb nu nog $1,103. Dus nu heb ik $4.75 uitgegeven. Als ik nu met L2 ingedrukt richting de kledingkast loop, kledingkast, dan moet ik zo dadelijk heel even de L2 button loslaten om weer in de kledingkast te kunnen met vierkantje. Dus hou vierkantje in. L2 druk ik weer in. Ik zit in de kledingkast en ik hou L2 nog steeds ingedrukt. Ik ga naar outfits en ik scroll door de outfits en je ziet hem al gelijk, hè. Ik heb gelijk dat ding aan mijn gunbelt hangen. Nou, het ziet er goed uit. Ja, het is wel gaaf. Kan ik ook mijn krant indouwen of zo? Of een flesje bier? Nee, dat is ook makkelijk. Een bier carrier. Ja, dat is gewoon een bier carrier. Ik zou lang er nog geen wapen in kunnen doen. Maar kan ik het tafel gebruiken. Hey, we moeten weer een outfit even deleten. Dus outfit nummer 3 delete ik. En dan kan ik de custom outfit opslaan. Door middel van R3 kan ik hem hier opslaan. L2 kan ik loslaten. Outfit is gesaved. Kant en klaar, jongens. Ho, kapam, kapam. En dat kan je dus met heel veel outfits doen. Laarzen, dingen, hoeden, dat soort dingen. Ja, kijk maar, ga lekker je gang ermee. Het kost niet veel. Het kost wel iets, maar het kost niet veel. En je kan dingen krijgen die je normaal gesproken nog niet kan krijgen, omdat ze nog niet unlocked zijn. Ja, dat is hem. Gasten, leuk. En bedankt dat jullie even gekeken hebben naar deze video. Ik ga de sheriff even bedanken dat ik mocht glitchen in zijn stadje. Hè? Wie is nu stupid hier? Hè? Clumsy? Wie is hier nou clumsy? Jij of ik? Yo, gasten. Hey, happy glitching. Daddy Cool, signing out. Till next time. Ciao.